Donderdagmiddag 6 april om 16:20 kwam bij de brandweer in Hattem de melding binnen van een buitenbrand op de Schipbeek. Deze melding betrof een prio 2 melding en dat wil zeggen dat men zonder zwaailicht en sirene ter plaatse gaat. Men gebruikt hiervoor een tankautospuit welke standaard 6 man aan boord heeft, waaronder een bevelvoerder, een chauffeur en 4 manschappen. Het betrof een kleine brand van coniferen, welke men snel onder controle had.